Dit is Gouda Actueel op Gouda FM. Ja, en het allerbelangrijkste nieuws van vandaag, dat kwam natuurlijk eigenlijk gisteravond al vrij, maar alleen op Twitter dan, voor de mensen die hier in Gouda actief zijn op Twitter. Maar gisteravond heeft de gemeenteraad van Gouda besloten om de heer Milo Schoenmaker bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijk Relaties aan te bevelen voor voordracht voor benoeming door de kroon tot burgemeester van Gouda. Milo Schoenmaker is 44 jaar, gehuwd en vader van 3 kinderen. En de heer Schoenmaker is geboren in die andere K-stad, luisteraars. Namelijk in Gouda, in Alkmaar. Die andere K-stad van Gouda. Alkmaar. En sinds 2003 is hij burgemeester van Bussum. En daarvoor is hij ook nog een periode wethouder geweest en gemeenteraadslid in Haarlemmermeer. En meneer Schoenmaker hangt aan de telefoon. Meneer Schoenmaker, goedemiddag. Goedemiddag. Welkom bij Gouda FM. Allereerst natuurlijk gefeliciteerd met uw voordracht. Dank u wel. Ja. Dank u wel. Was u verrast door het nieuws? Zeker. Het is natuurlijk een spannende onderneming, zo'n sollicitatie naar het burgemeesterschap van Gouda. En op enig moment weet je dat de gemeenteraad bij elkaar komt, dat was dus gisteravond, om te spreken over de vraag wie dan voorgedragen zou moeten worden. En om 10 uur gisteravond hoorde ik dat dat zal zijn. En dat was spannend. Maar het is ook buitengewoon eervol dat de keuze op mij is gevallen. En u zat op dat moment thuis? Ik zat thuis, ja, zeker, in Bussum. In afwachting van, hè. En toen, en toen ging de champagne open of niet? Ja, we hebben er wel wat bij gedronken. Eerlijk gezegd geen champagne, maar ik wilde het hoofd nog even fris houden. Ook omdat er daarna nogal veel gebeurde. Ik ben heel veel gebeld. En ik heb ook veel mensen benaderd. Want ja, hier in Bussum moest men natuurlijk ook weten dat ik een nieuwe stap ga zetten in de carrière. En dan wil je toch ook weer niet dat mensen dat uit de krant lezen. Ja, precies. Dus ik ben snel aan de slag gegaan. U heeft er in een uur tijd 200 volgers bijgekregen op Twitter. Dat heb ik zelf mogen aanschouwen gisteravond. Ja, wilt u de laatste stand weten? Ja, ik ben wel benieuwd, ja. Ik zal eens even kijken. Want volgens mij is het inmiddels weer opgelopen. Er wordt veel getwitterd kennelijk in Gouda. Ja, in Bussum niet, hè? Dat hebben we ook minder, even gecheckt. Maar minder. Het leeft daar helemaal niet, hebben wij het idee. Er zijn er 300 bijgekomen vanaf gisteren. Ja, kijk eens aan. Nou, dat gaat goed. Wij weten nog heel weinig van u. Wat zijn bijvoorbeeld uw hobby's? Mijn hobby's zijn wielrennen. Maar dan op amateurniveau, dus heel rustig aan, zeg maar. Zelf op de racefiets. En voor het overige kijk ik veel naar sport. Want ik vind het ook leuk om mijn 3 kinderen aan te moedigen als ze aan het sporten zijn. En als ik zelf tijd over heb, vind ik het buitengewoon leuk om aan mijn studie te wijden. Ja, want u bent vorig jaar, als ik mijn huiswerk goed heb gedaan, gepromoveerd aan de faculteit der rechtsgeleerdheid in Maastricht. Ja, dat is correct. Op het proefschrift bestuurlijk gedonder. Ja. Is dat handige materiaal om hier te hebben in Gouda? Nou, wat ik gedaan heb is dat ik een proefschrift heb gemaakt. En ik ben ook gepromoveerd inderdaad vorig jaar. En ik heb onderzocht hoe het komt dat er in sommige gemeenten heel veel bestuurders gedwongen moeten vertrekken. Wethouders en burgemeesters. En daar valt Gouda niet onder. Het is wel zo dat ik nu een beetje een beeld heb wat er in gemeenten waarin dat heel veel gebeurt, wat daar speelt. Dus dat is dan wel weer makkelijk. Ja. U bent nu burgemeester in Bussum. Ja. Waarom heeft u gesolliciteerd op de functie in Gouda? Tijd voor een carrière move? Of? Ja, eigenlijk wel. Ik vond wel dat ik na 9 jaar weer eens om me heen zou kunnen kijken naar een andere gemeente. Maar ik ben vrij kieskeurig geweest in de vraag waar ik dan op zou solliciteren. En Gouda voldeed eigenlijk aan al mijn randvoorwaarden. Mooi centraal gelegen. Mooi gelegen ook in het Groene Hart. Prachtig historisch centrum. Maar ook veel opgaven op het gebied van financiën, maar ook op samenwerking. En dat geheel maakte dat ik dacht, laat ik op Gouda reageren en proberen daar burgemeester te worden. Ja, ik neem aan dat u straks met uw gezin dan ook hier komt wonen. Zeker. Dat is een vereiste, hè, voor burgemeesters. Ja, nog steeds? Ja. Dat ze binnen een jaar na benoeming in de gemeente wonen, het liefst eerder. En dat zullen wij ook zeker doen. Het is wel zo dat de huizenmarkt momenteel wat onvoorspelbaar is. Ja. Dus ons huis moet wel verkocht worden. Maar uiteraard gaat er een verhuizing naar Gouda plaatsvinden. En u heeft 3 kinderen. Die zijn daar ook al blij mee met dat bericht? Of weten ze het nog niet? Ja, zeker. Ja. De reacties waren wat wisselend.
Voor twee van mijn kinderen zou het betekenen dat ze gedurende hun middelbare schooltijd naar een andere school moeten. En dat is natuurlijk nooit wat kinderen het liefst doen, hè? Nee, dat is niet leuk. Nee, dus we zullen ook de komende periode gebruiken om te kijken hoe we dat, wat een goed moment zou zijn en hoe we dat dan vervolgens gaan doen. Ja. Ja. U bent lid van de VVD. Ja. Weet u hoe lang het geleden is dat een liberale burgemeester aan de macht was in Gouda, om het maar zo te zeggen? Dat is vrij lang geleden. En ik geloof dat er ook een straat of een plein of een park of iets naar die persoon genoemd is. Van 1864 tot 1895. En dat was de heer Van Bergen-IJzendoorn. En er is inderdaad een prachtig park naar genoemd. Ja. Maar dat is dus al heel lang geleden. Ja, zeker. Ja. Ja, dus dat schept verwachtingen, zullen we maar zeggen. Hoe zou u uw leiderschapsstijl willen omschrijven? Ja. Nou, ik ben niet zo'n uitgesproken VVD-burgemeester, hoor. Mijn stijl is dat ik probeer burgemeester voor alle raadsleden te zijn. Ongeacht van welke partij ze dan komen of welke achterban ze hebben. Want volgens mij zit daar ook de kracht van een goede raad in. Hè? Dat er gezamenlijk wordt opgetreden. En het is mijn stijl. En ik ben er ook wel altijd bewust mee bezig om die gezamenlijkheid te zoeken. Dus of het nou van VVD of van PvdA of van D66 huizen zou zijn geweest. Ik hoop dat dat in de uiteindelijke manier waarop ik mijn werk ga doen, als het zover komt, hè, het is nog een voordracht, dat niet erg wordt gevoeld. En dat alle raadsleden denken, nee hoor, dat is echt een burgemeester die voor iedereen is. Eén voor allemaal. Heeft u enig idee op welke punten u nou gescoord hebt, waarom ze voor u hebben gekozen als gemeenteraad? Nou, eigenlijk niet. Nee. Dus er zullen ongetwijfeld ook andere kandidaten zijn geweest die een mooi profiel hadden en ervaring op het terrein. Dus dat heb ik ook verder niet gehoord. De keuze is op mij gevallen en ik ben daar buitengewoon vereerd over. Wat zijn nu de vervolgstappen? Want inderdaad, het is nog geen benoeming. Het is een voordracht. Hoe gaat het verder? Ja. Nee, het is nog geen benoeming. Dat moeten we ook serieus nemen, vind ik. De raad heeft nu haar voorkeur uitgesproken en zal een kandidaat aanbevelen bij de minister van Binnenlandse Zaken. Die zal zich daarover buigen. Dan gaat het nog naar het kabinet. En omdat Gouda wat groter is, een bepaalde grens van 50.000 inwoners voorbij gaat, gaat ook naar het kabinet. En daarna gaat het ook nog naar Hare Majesteit, die er een oordeel over moet geven. En als dat allemaal goed gaat, dan zal de installatie zijn op 13 december. Dat heb ik al wel begrepen. Aha, nou dat is te overzien, die periode. Dat wordt nog hard werken voor het proces. Nou, het proces moet nog even op de wagen en vrij vlot afgewikkeld gaan worden, ja. Oké. Okay. Ja. Meneer Schoenmaker, hartstikke leuk dat we even snel een korte kennismaking hebben kunnen doen. Ik wil nog één testje doen en dat is deze plaat. Want ja, Gouda heeft natuurlijk in de muziek best wel iets in de melk te brokkelen. Mm. Weet u wie dit zijn? Het is heel slecht te verstaan hier door de telefoonlijn. Dus moet u het antwoord schuldig blijven. Maar daar komt het door, hoor. Ja, oké. Okay. Nou, dit zijn de Handsome Poets en Sky on Fire. Zeg fijne avond. Hoi. Dank u wel. Tot ziens.